Wij vragen vanavond hulp voor de 35-jarige Gregory Vient met een medische noodsituatie die acuut naar Colombia moet afreizen voor chirurgische ingreep. Gregory heeft een afwijking aan zijn rechteroog, waarvan op basis van de huidige medische wetenschappelijke inzichten vaststaat dat het achterwege blijven van deze behandeling op korte termijn zal leiden tot ernstige schade. Met de Armilov-regeling van het SZF is alles in gereedheid gebracht voor zijn vertrek en de medische ingreep daar. Maar hij moet nog de reiskosten betalen. Dat heeft hij niet. Hij heeft alle mogelijkheden uitgeprobeerd om aan de vereiste middelen te komen. Maar het mocht niet echt baten. Zijn laatste optie is dus 1 voor 12 om zijn nood kenbaar te maken. Uw aandacht voor het volgende. Ik ben gekomen om hulp te zoeken. En ik denk ook dat ik hulp kan krijgen van 1 voor 12 en zo. En ook van de mensen die kijken en zo, weet je. Dus daarvoor heb ik voor 1 voor 12 gekozen. U hebt een erg grote bobbel aan uw rechteroog. Wat is er gaande? Ik ben al bijna 15 jaar ermee. En ik zie dat het steeds groter wordt. En ik denk van ja. Laat me even toch naar de dokter gaan om te kijken wat er aan de hand is en zo. En ja, toen ben ik geweest. En heb ik toen een MRI-scan gemaakt. En toen hebben ze gezien dat een tumor in mijn oog zit die groeit. En toen zei de dokter van ik kan niet langer ermee leven en zo. Want het groeit steeds. En het kan ook zijn dat ik op straat loop of ik thuis ben. Dat het gewoon kan bossen en zo, weet je. Dus ik dacht van ja. Zoiets kan ik niet laten en ik ga werking ervoor maken zodat ik het eraf kan krijgen. Wat heeft de artsen gezegd? Heeft hij u verwezen of kan het hier in Suriname geholpen worden? Ja, ze hebben gekeken naar de... Want als je die MRI-scan gaat maken, krijg je wel een CD en zo. Hebben ze naar de CD gekeken en toen zeiden ze van ja, dit kunnen we niet hier opereren en zo, weet je. Is een gevaarlijk iets. Dus je gaat echt moeten verwezen worden naar Colombia. U hebt contact opgenomen met het Staatsziekenfonds. Hoe gaat het allemaal? Wat zijn er nu allemaal afgesproken? Zo, ik ben naar het Staatsziekenfonds geweest. En ja, toen hebben ze mij naar de Volks van Gezondheid gestuurd en zo. Ja, toen ben ik daar gegaan. En hun hebben een afspraak met mij gemaakt van ja, als ik na 2 dagen of 3 dagen terug kan komen om te horen als ik goed ben gekeurd, zodat ik naar Colombia kan gaan en zo. En toen hebben ze me gebeld, ik weet niet wat er met mijn telefoon aan de hand was en zo. En ja, toen heb ik gewoon een ochtendje ben ik wakker geworden. Ik dacht van hé, laat me even gaan vragen hoe die zaken van me... En in zitten en zo. Toen ben ik geweest en toen hebben ze gezegd: boy, meneer Vient, we bellen jou al lang. Je bent goedgekeurd, je moet naar de SZF gaan om je zaken te regelen zodat je werk moet gaan en zo. Ik dacht: oké. En toen hebben ze me mijn stukken gegeven en toen ben ik naar SZF geweest. En toen hebben hun mij al die kosten en belangrijke stukken wat ik nodig heb, dat ik voor hun moest brengen. Maar wat is nu het probleem waarom u in principe toch hulp zoekt? Het probleem is dat ik $1500 moet betalen voor de reiskosten. Als je die $1500 hebt, dan is alles geregeld. Dus dan kunnen ze gewoon een dagje van me maken van dat ik naar Colombia kan gaan voor de operatie. Hoe lang duurt zo'n behandeling in Colombia? Wat ik heb vernomen is het tot 3 maanden. Dus je moet 3 maanden vertoeven in Colombia voor genezing. Meneer Vient, u bent naar Stichting 1 voor 12 gekomen, maar wat vraagt u eigenlijk? Ik vraag aan de gemeenschap om ze mee kunnen helpen met die 1800, zodat ik die tumor aan mijn oog zo kan verwijderen. Bent u werkzaam? Ik werkte vroeger op Lidydorp Casino. En hun hebben mij ook een soort klein bijdrage gegeven zodat ik die scan moest gaan maken voor mijn oog en hun hebben 2000 SRD betaald voor die scan. Dus en doordat ik die tumor aan mijn oog heb, kan ik niet werken en
hebben ze gezegd van als ik die tumor van mijn oog heb afgehaald en dan kan ik gewoon teruggaan. Dus momenteel bent u niet werkzaam vanwege uw ziekte die u hebt? Ja, ja. Hebt u kinderen? Ja, ik heb 2 kinderen. Hoe oud zijn uw kinderen? Mijn eerste jongen is 16 en mijn meisje 14. Familieleden, zijn er familieleden die u eventueel ook zouden kunnen helpen? Ik ben naar hun gegaan en ik heb hun mijn papieren gewezen van kijk, ja. En ik zie dat ze geen notitie aan mij aantonen. Dus ik dacht van oké, misschien hebben hun ook hun dingen te doen. Dus ik kan niet bij hun gaan om te verplichten van dat ze me dat geld moeten geven. Maar u hebt het wel gevraagd. Ja, maar ik heb het wel gevraagd. Dus zomaar heb ik die stap niet genomen om naar hier te komen om hulp te zoeken. Gregory Vient heeft dichtbij 2000 US doden voor zijn operatie in het buitenland. Als 1 voor 12 heb ik €150 vanuit ons ING-rekening dat ik als gebaar zal maken om bij te dragen. Ik wil een dringende oproep doen aan een ieder om deze man, jongeman, te helpen voor zijn gezondheid. U heeft zijn gezicht gezien, hoe het eruit ziet. Ik wil u vragen, laten we hem helpen. Ik smeek u allen, laten we helpen om deze 2000 US snel te kunnen dekken voor deze man zijn gezondheid. Ik zou het op de beurs snel willen vergaren, maar je ziet, de beurs is pas over een week. En hij moet heel, heel dringend weg. 2000 US, koeien per man. Ik geef alvast €150 ter ondersteuning, alsjeblieft. Oké, alvast bedankt, meneer Vismalle. En ja, ik weet niet hoe ik alvast moet bedanken, maar ik bedank u dus dat ik alvast die €150 van u mag krijgen. En zodat ik zo snel mogelijk naar weg ga. Bedankt u mij niet, donateurs die op ons ING-rekening hebben gedoneerd. Ik wil jullie bedanken. En mensen die een bijdrage kunnen leveren, maak die contact met 1 voor 12. Waldo, andere reisbureaus, als u een ticket kunt doneren, laten we hem helpen. Hoe doneren we een ticket? Als ik op reis zou gaan, zou ik dat cancelen en hem mijn ticket geven. Laten we helpen. Laten we een ticket voor deze man kopen. Een ticket is maar €1500 om naar Colombia te gaan voor 3 maanden. Oh jeepa man, een ticket kopen alsjeblieft. Helpen, laten we helpen.